Ik ben Sharon, ik ben 18 jaar en ik zit nog op het Barit. Maar ik ga daar weg en dan ga ik bij Fijnde werken. Mijn uitdaging is om opener te worden over mezelf en dingen te leren die ik nog niet heb geleerd en kijken of ik dat aan kan. Sharon is een introvert meisje. Zo heb ik ze leren kennen, maar altijd vrolijk en altijd heel erg behulpzaam naar anderen toe. Ik ga naar school op het Barit in Lichtenvoorde. Daar doe ik allemaal verschillende lessen, maar je mag ook zelf kiezen welke lessen je wil volgen. Dus ik heb gedaan koken en ik vind schoonmaken ook wel leuk voor thuis. Ze is begonnen bij een dagbestedingsplek. We hebben toen een andere plek gezocht en dat was in het vrije bedrijf. Maar daar zagen we heel erg dat ze overvraagd werd en op de tenen moest lopen. En toen hebben we gezegd, we moeten een passendere plek zoeken voor haar. En dat is het beschutte werk geworden. Daar zie je nu dat ze weer helemaal opgebloeid is. Dat ze vertrouwen in zichzelf heeft gekregen op deze plek. En daar zal ze ook op het einde van dit schooljaar zal ze daar uitstromen. Ja, daar ben ik wel trots op haar, want dat heeft ze toch wel zelf gefixt. Dus ik vind het leuk bij Fijnde. Hier zit ik met 7 mensen aan een tafel, dus we kunnen samenwerken. Dat zijn eigenlijk elke keer verschillende mensen. Dan kun je kletsen, dus gewoon een beetje lol maken met elkaar, dat is wel leuk. Sharon, toen ze binnenkwam, was zij een heel bescheiden, rustig iemand. Het verschil met nu is dat ze inderdaad nu heel veel zelf initiatief neemt, overlegt. En ze zegt ja, heel duidelijk wat ze wel en niet wil en wel en niet kan. De begeleiding van Koen is, hij zit op een afstand, hij zit aan een tafel alleen. En als je dan iets wil vragen of je zit hier iets dwars, dan kun je gewoon naar hem toe lopen. Ja, samenwerken met de begeleider is wel leuk, want hij luistert ook en hij heeft humor, dus hij vindt dat wel eens grapjes of zo. Maar dat is wel eventjes voor de sfeer ook, want sommige mensen die zijn altijd chagrijnig, maar dan heb je hem met zijn humor, dus dat is, dan wordt het weer gelijk beter. De belangrijkste ontwikkeling is wel, denk ik, dat zij gegroeid is in haar zelfstandigheid. We hebben samen geleerd om vanuit huis naar school te kunnen gaan fietsen. En toen kwam het nieuws dat de stage ging verhuizen van Lichtenvoorde naar Groenlo. En dat is wel een heel eind verder fietsen. Dit hebben we 1 keer geoefend en daarna heeft ze dit opgepakt. En nu kan ze het gewoon helemaal zelfstandig. Dus ja, ik ben super trots op haar. Ik ben heel trots op mezelf, ja. Omdat ik gewoon zoveel, omdat je nou terugkijkt naar die 3 jaar geleden, dat ik echt totaal niet zelfstandig naar school kon fietsen. Of dat ik echt niet voor mezelf op kon komen en al die dingen nog niet kon. En nu kan ik dat allemaal wel. Ik hoop voor Sharon in de toekomst dat ze voor zichzelf inderdaad haar eigen boontjes gaat doppen. En dat er minder voor haar gedaan wordt, dat ze steeds zelfstandiger gaat worden. Ik wens Sharon toe voor de toekomst dat ze naast het werk waar ze nu al gelukkig is, een fijne woonplek vindt voor haarzelf. Ook gewoon met betrekking tot de vrienden en collega's, dat dat gewoon ook blijft. Dat dat haar gelukkig blijft maken. Mijn droom is om zelfstandig te worden, met vrienden maken, samenwerken en even contact hebben. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden dat ik hier mag blijven.